Hoe heet zij? Trut. Trut. Zo wordt ze benoemd. Qua kleurcombinatie zie ik er in ieder geval lekker kleurig uit. En dat komt goed uit, want ik sta vandaag op de bloemenveiling en ik ben bloemverdeler. Ik zie eruit als een bloem. Hi, ik ben Lonneke. Mag ik erbij? Ja hoor. Oké. Dan gaan we echt de baan op. Hey, wat houdt het nou precies in om bloemenverdeler te zijn hier? Dus al die bloemen die wij nu aan het verdelen zijn, die zijn allemaal van tevoren betaald door de klant. Dus iedereen zit te bidden en die met meeste bidt, krijgt die bloemen. Dus de bloemen die gekocht zijn, die moeten gewoon in goede kwaliteit naar de klant toe. Dus eigenlijk doen we alleen maar het distributiecentrum. Hoe heet zij? Trut. Trut. Zo was ze benoemd. Sorry. Nou, gaan we naar fijn. Het is een computerstem. Dat is, dat iedereen naar mij zwaaide, dus ik zwaaide altijd terug. Maar dat is richting aanwijzen. Maar je begint hier om 4:30 ochtends, toch? 6:00 is ons starttijd. 6 in het weekend ben ik 4:00 wakker. Ik ook, ben om 4:00 in het weekend ook nog wakker. Ja? En dan kom ik juist vroeg uit. Komt het ook wel eens niet uit? Dat je dan denkt, oh, ik ben er een paar vergeten. Dan moet je weer helemaal terug. Want daarom moet je altijd goed controleren. Voordat je gaat verdelen, kom je bij de eerste locatie even checken of de aantal klopt. Als je niet checkt, staat altijd de kans dat je eentje te veel of te weinig krijgt. En dan komt de fout op je naam. Maar fouten mag altijd. Er zijn mensen die mogen fouten maken, maar niet te veel. Nee. En die fouten die kosten ons bedrijf te veel geld. Hey, als bloemenverdeler moet je natuurlijk echt onder tijdsdruk kunnen werken. En het is fysiek zwaar werk. Niet alleen maar dat, maar multitasken moet je ook kunnen. En efficiënt werken. Plus overzicht houden. Goedemorgen. Je hebt geen kar. Je bent je kar verloren. Nou, het moment is aangebroken dat ik zo zelf de verkeersdrukte inga met dit karretje. Hoeveel bloemen veilen jullie hier op een dag? Dat scheelt per dag. Vandaag hadden we 10.000 karren. Dat zijn 21 miljoen bloemetjes. Per dag, hè? Per dag. Dat is echt heel veel. Snel aan het werk. Hier. Al die... Oh. Daar gaan we. Doei. Dat is de raarste bloem die je ooit gezien hebt. Noodstop. De naam weet ik niet meer, maar het stonk zo erg naar wit. Wietplantages. Nee, dat is geen wietplantages, maar die roken na het wit. Nu mag jij in het echt, bij ons in het verdeelgebied, echt verdelen. Dus je gaat nu een kar aanpikken bij de puffer en dan ga jij verdelen. Nou, hier ben je goed. En dan doen we wat samen. Ja. Je zei net dat ik bij een team mocht. Ja. En ja, Trut. Hoe voel je dat ik het deed? Ja, ik vond het goed gaan. Voor mij mag je gewoon blijven. Ja, ik wil hier wel een dag rond blijven rijden. Ja. Ja, dat zie ik aan je. Je rijdt ook met smiley. Yes. Welkom. Dankjewel. Yeah.